Goede week achter de rug, AZ. En die zeven dagen willen ze hier vanavond natuurlijk mooi afsluiten met drie overwinningen binnen die periode. Dat kan. Maar dat moeten ze doen tegen Groningen dat vorige week rondom diezelfde tijd te blijk gaf bij Feyenoord. Een lastig te bespelen tegenstander. De opstelling van AZ, daar staat aan de rechterkant Ferre de Jong. Van origine een middenvelder. Hij speelde al eens 12 minuten voor Sugawara, die is geschorst. Vandaar dat hij nu in de basis mag starten. Karlsson, Pavlidis en Opgaard zijn de mannen voorin. Nu zag op het middenveld Klaas Meijndels en Reiners. Goes, Hatzidiakos en Kerkes. Op Ferre de Jong na geen wijzigingen in het team van Pascal Jansen ten opzichte van de wedstrijd. Later. En AZ heeft niet ontelbaar veel andere mooie smaakjes op de top te letten. Ik wil die bal niet meer terug hebben. Verrips, de doelman van Groningen, is de aanvoerder. Hij samen met Jordi Klaas in de tos gedaan. Dit zijn de elf van Groningen. Balker, Blokzijl in het centrum van Gelderen en Willems aan de buitenkant achterin. Hoven, Soeslof en Duarte voor het eerst is lange tijd in basisplaats. Voor hem lang geblesseerd geweest. Manu, Pepi en Van Bergen. Goed. Beetje slordig van Reinders. Is van Hatzidiakos die met één voetbeweging het probleem oplost. Dat was ontstaan door de balverlies. Middenvelder van AZ dat hij weer weg is. En een fantastisch scoort. Zo snel kan het gaan bij AZ. Wat een prachtig doelpunt van Karlsson. Zijn vijfde van het seizoen. In de vijfde minuut. Dat past dus. Hatzidiakos zat ertussen. En dan komt hier de bal bij Karlsson, die maakt een pirouette. En verrast dan doelman Verrips. Die wel zweeft en vol voor gaat, maar het niet lijken. Pavlidis krijgt hem keurig terug. Is de ruimte voor Meijndels. Soms kun je misschien ook wel iets te veel tijd hebben om uit te halen. Ja, dan was hij weer kans op. En Kerkes betrokken in een fraaie driehoekse combinatie en dan hard geschoten door Meijndels, dat wel. Manu, voorbij de Jong. Een aardig balletje. Niet echt best verwerkt door Ryan. Paas van Goes was slordig. Willems. Zij van Groningen meegekomen. Zijn ook weer wat vrolijker. De laatste minuten laat Groningen zich gelden. Buitenkant paal. Willems die aangeeft. Manu die uithaalt. Groningen dicht bij de gelijkmaker. Willems. Ja, sterk. Opgaard merkt dat ook. Buiten daar. Een heel stuk Willems om Opgaard heen te draaien. Hier aan de rechterkant nu wat ruimte. Dat was eigenlijk een doeltrap. Pepi kon er net niet goed genoeg bij. Aangeven van Tom van Berg. Dat is allemaal zo slecht niet wat Groningen hier probeert.
weer Willems die aan de linkerkant gaat. Opgaard heeft het dit keer gezien, maar legt hem dan zo vriendelijk neer voor Soeslof. Dus kan hier alsnog Willems. En dat wordt een kans voor Manu. Jongen. Gunt zichzelf wederom de tijd niet om rustig aan te leggen. Soeslof. Dat is een vrije trap voor Groningen. Soeslof en Duarte. Soeslof. Zo! Daar heeft Ryan de nodige problemen mee. En die bal die krijgt een sweeper richting de doelman. De jong zich de bal afsnoepen, moet Ryan zich strekken op de inzet van Manu te keren. Manas. Zo, dat is ook niet onaardig. Het is een overtreding. Pavlidis. Hij heeft de tijd om uit te halen. En daar zit er net zo'n swing, zo'n curve in. Die daar de bal toch aardig pandklaar neerlegt. En dan wordt hij de opkaart ook nog een keer voorlangs gegleden. Dus AZ hier dicht bij 2-0. Kijk eens, dan gaat het voorbij aan Pavlidis. Dus alsof hij net niet uitkomt met zijn passen of zo. Voor Beukema is het een tijd geleden. Goed dat hij weer minuten kan maken. Dan gaat verder de jong eruit. Hij speelde voor Sugawara. Deed dat niet onverdienstelijk. Beukema met groot applaus begroet. Wees de wit voor Kerkes. Zo werd er in Rome ook zo'n beetje gewisseld. Daar zou het in kunnen zitten. Zeker als je hem zo keurig afgeeft, dan zou het 2-0 moeten zijn. Maar hij, Mijnans, schiet wel hard. Maar niet zuiver genoeg om Verrips te passeren. Ineens is daar die grote kans voor AZ. Geeft Michailovic de bal goed mee. Dat is echt een uitstekend paasje en Mijnans moet dan scoren. En Groningen, dat is de andere kant van de medaille. Werkt wel keihard, maar is gewoon niet in staat om gevaarlijk te worden. Dat betekent dat we helaas niet al te opvinden de tweede helft zitten te kijken. Bij het wachten is dat Groningen wel wat vindt. Of AZ een keer wel zoveel toeslaat en niet zo slordig is als hier weer. Dan is de Groningen zelf ook weer als de eerste bij de bal weer in te leveren. Dat valt blijkbaar ook wel erg glad. Is Karlsson hier dan weggestuurd? Gaat hij dan de wedstrijd beslissen zoals hij hem ook opende? Nee, niet in deze situatie. Is. Karlsson dan toch bereikt. Oh. Spectaculair moment. Voor u verzorgd door Karlsson.
juist. De Wit. De Reinders. Blazer terug. Reinders, dat is een goed balletje. Op de Wit. Tawar Zazet. Ook weer aardig in de buurt van de tweede treffer. Nog altijd maar met 1-0 achter. Maar waar blijft die kans? Die kansen die er voor rust wel waren. Nu misschien. Ja, zoveel scheelt dat niet. Daar was hij. Kruger die de bal voor langs komt. Aangeven van Dankelui. Het is het beste van Groningen in de tweede helft. Heel nogal wat. Mihailovic daar in de buurt bij die voorzet van Kansel. Dat was niet veel. Maar het is genoeg voor 3 punten. En applaus van de tribunes. AZ wint. Groningen kon in de eerste helft nog wel wat kansen creëren, is daar in de tweede helft niet of nauwelijks aan toegekomen. Dat moet je AZ toch ook nageven. Wat dat betreft bijzonder gierig is geweest en niks heeft weggegeven.